Onze vrienden zijn door professor Barabas uitgenodigd om de verjaardag van Wiske bij hem te vieren. Ja, was lekker. Lust zo nog wel wat. Zeg professor, ik ben niet nieuwsgierig. Maar waar blijft nou mijn verrassing? Je zult nog even geduld moeten hebben, Wiske. Tot na het toetje. Zo lang hou ik het niet aan, denk ik. Wiske, een beetje rustig blijven. Beleefd blijven is heel belangrijk. Ach, zie dat niet uit zijn kinderen, hoor. Laat ze maar, ik begrijp het. Juist, professor. Maar weet je, eigenlijk zit ik ook wel een beetje nieuwsgierig op hete kolen. Altijd mensen op de kast jagen, hè, professor? Oké, Lambiek, let goed op. Hier komt een kleine demonstratie. Pot vol koffie. Moest ik niet zoveel gegeten hebben? Ik zou het werkelijk zweren dat ik een klein lambiekje zag. Amai, professor, dat is kras, hoor. Oh. Ja, Sidonia, het mooie ervan is, je kunt ze laten doen wat je wilt met het kastje. Mooie vinding, prof. Je kunt beter potjes maken dan bommen. Dat moet ik zelf ook eens proberen. Een kolfje naar mijn hand, eerlijk gezegd. Al zeg ik het zelf. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Sneller. Lomp ik pas op. Ai, 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 ai. Zo zou je een stuk maken. Nu is het potje doorgedraaid. Oh, hij is door het raam ontsnapt. Ik zal het klein spiegelbeeld even halen. Ondertussen heeft het poepje al een snel vervoermiddel gevonden. Maar Jeroen is niet ver af en vastbesloten het popje te pakken te krijgen. Rustig aan maar. Jeroen zal het popje heus wel terugbrengen. Het is trouwens al laat, een tijd om te gaan slapen. Ja, ik blijf nog eventjes beneden. Ik ga eerst dat kastje repareren om die pop te kunnen stoppen. Dat is niet nodig, Lambiek. Als Jeroen het popje vindt, kan hij het uitzetten. Ergens in het havengebied krijgt Jeroen de wagen ingaan en krijgt het popje te pakken. Mechaniekjes die liggen. Popje thuis brengen. Maar Jeroen is niet alleen in het havengebied. Slaam, surf, boys. Kom maar op als je durft. Lijkt wat je kloppen, licht opsteken. Bende boeven wil eenzame nachtwandelaar aftuigen. Hoefjes opkratsen, anders met je rommek aan de stok krijgen. Mannen, timmer die bovenmaatse klerenkast in elkaar. Maak daar wrok hard van. Boeven gewaarschuwd. Oh, hey Allah en de profeten. Ik heb nog nooit zo'n rauwe snelle mannen met een gezien. Klaar. Boefjes opgeruimd. Wie heb ik de eer gered te hebben? Kemal de Turk. Jij kwam precies op tijd. Ben je Ron? Ofwel ridder van eenzame nachtwandelaars in... Bende van Boris, een boef uit de onderwereld van Istanbul. Hij achtervolgt mij, omdat ik het kromzwaard uit het Hagia Sophia moskee heb. Zwaard is krom? Kom mee naar het aan boord van mijn schip. Ik zal je alles vertellen. Tot diep in de nacht vertelt Kemal aan Jeroen zijn talrijke lotgevallen. Moet je nu eens horen? Ik heb vannacht een heel vreemde droom gehad. Je droomde toch niet dat je ging trouwen, hè, Sidonia? Nee, veel erger dan dat. Ik droomde dat ik in Istanbul was. Ik zag gebouwen. Een zwart. Ik droom ook wel eens dat ik op Tahiti op het strand lig tussen de palmbomen en dat... Ja, Lambiek. Dat verhaal, dat kennen we al een poosje. Maar wel vol water, begrijp je wel? Waar een zonderlinge gedaante woonde. Tony had soms van dit zwaard gedroomd. Jekkes, dat is het. Het zwaard uit Hagia Sophia moskee heeft te maken met spook van Istanbul. Moet het bewaren voor Kemal, Turkse vriend die ik gisteren redde in haven. Oh ja, daar zo speciaal aan. Is groot geheim. Moet zwaard voor hem beschermen tegen boevenbende thuis. Allemaal zever. Je gelooft toch niet zomaar wat de eerste de beste op straat vertelt? Of wel, Jeroen? Pik op woorden letten. Kemal is mijn vriend. Oh, dus die onverlaat is je vriend. Heeft hij je soms ook nog een paar andere sprookjes verteld?
Ik heeft vriend beledigd. Ik ga weg. Toe, Lambiek. Ja, mag daarna een beetje excuus aan. Geen haar op mijn hoofd die daarover piekert. Zelfs jij, een professor, gelooft al het gebazel dat je rond. Kom wel terug. Maar buiten woedt de meest verschrikkelijke storm sinds jaren. En Jeroen wordt getroffen door de zwaarste bliksemflits. Jeroen, je wel goed? Waar ben ik? Wie ben ik? Wie zijn jullie? Suska en wie meer? Rinkelpel. Heb jullie alles gezien op tv en in stripboeken? Maar waarom ben ik hier? Ik moet snel wegwezen. Deksel, Suske. Jeroen is zijn geheugen kwijt. Hij herinnert zich niets meer. Jeroen is veel te snel voor onze vriendjes. Dus we hoeven er niet aan te denken om hem in te halen. Verhip, wat is hier gebeurd? Je kan beter die knevels weghalen, Suske. Dan kan Lambiek eindelijk zijn verhaal kwijt. Ik heb het zwaard meegenomen. Alweer dat zwaard? Daar moet toch iets mee aan de hand zijn? Maar waar is de man die het zwaard in huis bracht? Waar is Jeroen? Jeroen is zijn geheugen kwijt. Herinnert zich niets meer. Ach, Jeroen, die komt wel weer terecht. Die heeft wel voor hetere vuren gestaan. Wij kunnen beter dat zwaard terug gaan zoeken. Goed idee, Lambiek. Weet je, ik herinner me dat een van die boeven iets gezegd heeft. De Turk. Het zwaard uit Hagia Sophia. De boeven naar Istanbul. Oh, dat is als kraantjes water. Wij gaan dus naar Istanbul. Nu, onmiddellijk. Onze vrienden pakken met één de koffers en vliegen naar Istanbul. Daar brengt een bus hen van de luchthaven naar de stad. En gedeelte tot... Ja, dat moet je gezien hebben. Nog echte houten huisjes heb je hier. Kijk, vrienden, is het niet prachtig? Amai! Dat is het huis uit mijn droom. Laat me eruit, hier moet ik zijn. Het blijkt dat het huis te huur staat en onze vrienden huren het meteen. Ik ben blij dat jullie het huis genomen hebben. Niemand in heel Istanbul wilde het huren. Verdorie. Waarom niet? Het huis lijkt me toch meer dan perfect in orde te zijn. Ah ja, maar er is één probleem. Er woont een geheimzinnige ding in de kelder. Iets dat geheimzinnig is? Dat kan interessant worden. Nee, Suske. Daar komt niks van in. Wij zijn hier voor het zwaard. Dat geheimzinnige ding is, dat is niet onze zaak. Maar het woont in ons huis, Lambiek. We moeten toch zeker weten wie hier bij ons in huis woont? Dat is juist, Wiske. Maar oké. Uit voorzichtigheid onderzoeken we eerst even die kelder. Volg de leider. Onze vrienden vinden al snel een geheime gang in de kelder en verkennen die grondig. Dit moeten de gewelven zijn. Die keizer Justinianus liet bouwen om de stad van water te voorzien tijdens een aanval. Dat weet ik niet, Wiske. Maar ik weet wel dat ik over dit gewelf gedroomd heb. Laten we kijken waar de kanaal heen gaat. Onze vrienden varen een poosje door het gewelf. Als plotseling... Hé, hey, er hangt geloof ik een natte paardenstaart uit dat raam daar. Geef een de pak mijn beurt en we klim naar boven. Cool, fantastisch, dat zou ik glieden, jongens. Ik ben Santijn, een stokouder en de versleten kruisvaarder. Eeuwen geleden versloeg ik de sultan Ali Salami. Mij spaarde zijn leven en begaf hem zijn vrijheid. Ik vind het eng, maar hij lijkt wel op de zonderlinge figuur uit mijn droom. Vol dankbaarheid schonk hij mij zijn zwaard. Zolang het hing aan de hoogste lamp in de Hagia Sophia zouden vrede en broederschap heersen op aarde. Maar op een dag verloor ik het zwaard en ik zal pas de eeuwige slaap en de rust kennen. Als het zwaard in deze schede aan de hoogste lamp van de Hagia Sophia hangt. Al vele eeuwen snak ik naar dat ogenblik. Santijn, wij kunnen je misschien helpen. Wij hadden het zwaard, maar het werd gestolen door boeven uit Istanbul. Ja, we zijn hier toch om het zwaard terug te vinden. En als we het hebben, kunnen we het even goed aan jou geven, zodat je eindelijk rust vindt. De daaropvolgende dagen pluizen onze vrienden de hele stad uit op zoek naar het zwaard van Ali Salami. En zo vinden we Lambiek terug in een drankgelegenheid, uitblazend achter een lekkere Turkse koffie. Jeroen? Vreemdeling vergist zich. En Jeroen, de Griek. Kom aan, Jeroen. Denk na.
Je bracht het zwaard van Kemal mee. De overval door Boris zijn bende. Weet van niks, maar mag me altijd iets trakteren. Hey, hello, Boris. Hey, de loopt hier een keer rond. Die heeft het over jou en het zwaard. Ga er meteen met een paar zware jongens tegenaan. Doe hem mij vergeten. Zeg, eikel, hoe ben je? Ik zit hier goed. Ik ga me niet door zo'n stomme loebas als jij iets laten bevelen. Dat is leuk. Dan timmeren we je gezicht hier wel in. Come on, Boris. Lollige vreemdeling, problemen. Ik zal maar Grieks handje helpen. Ah, bedankt, Jerome. Jeromba. Om je mijn dankbaarheid te tonen, nodig ik je uit om kennis te komen maken met mijn vrienden. Jerome, mijn vriend, mijn broeder. Moet zich vergissen. Heb geen broertje. Jerome, wat een grapjas. Kemal de Turk is zo blij om je terug te zien. Waar is mijn zwaard? Hoe zwaard? Wie zwaard? Wil geen riddertje spelen, ben Jerome Ba, de Griek. Een Griek? Donder en bliksem. Turken en Grieken zijn vijanden. Oei, oei, oei. Dat gaat hier behoorlijk gaan stuiven. Ik voel me alsof ik mezelf verslagen heb. Maar dan ben ik toch een Griek. Maar trek het je niet aan, Kemal. Luister, Jerome is zijn geheugen kwijt en hij denkt alleen maar dat hij een Griek is. Erger is het dat je zwaard is gestolen. Gestolen? Toch niet toevallig door Boris in zijn bende? Ja, ik vrees van wel. Daarom kun je beter ons helpen dat zwaard te zoeken, in plaats van die zogezegde Griek hier af te tuigen. Inmiddels kuieren tante Sidonia, Suske en Wiske over de markt van Istanbul in de hoop een spoor van het zwaard te vinden. Kijk daar eens, jongens. We gaan binnenkort weten waar het zwaard is. Dat is de bende die ons heeft overvallen en het zwaard meenam. Tante, wij volgen de boeven. Ga jij een Bik waarschuwen? Onze vrienden achtervolgen de boeven naar het kasteel van Anadolu Hisari, waar hun hoofdkwartier is gevestigd. Wiske, ik ga wel naar die schurken toe. Ik ga langs dit tuin naar beneden. Zorg er wel voor dat ze je niet zien, hè? De hele boevenbende heeft zich verzameld. Man, nu moeten we nog de scheiden vinden. En dan hebben we een fortuin. Zeg, Boris, hoe vinden we die scheiden? Kemal had hem toch ook niet? Laat mij dat maar doen. Ik weet hem wel te vinden. En, Suska? Hebben ze een zwaard? Vertel op, vlug! Het zwaard steekt in de vloer, maar ze zijn met te veel, Wiske. We kunnen ze niet aan. Suska, heb vertrouwen. Binnen 2 minuten hebben wij dat zwaard in onze handen. We kunnen er niet zomaar blindelings op losgaan, Wiske. Zeer zeker niet. Daarom zal ik je blinddoeken. Blinddoeken? Wat is dat voor nodig? Je wilde toch niet dat ik iets blindelings doe, hè? Kom op, springen. Wiske, waar gaan we eigenlijk naartoe? Oh, we hebben de bende bezocht vanwege het zwaard. Snel gepiept. Wat was dat? Waar is het zwaard? Maak je borst nat, Suske. We gaan zwemmen. Kijk daar! Nou nemen ze de benen. Hoef alleen maar te denken. Zo gemakkelijk zijn we nooit ontsnapt. Laat ze maar denken dat ze me te slim af zijn. Ik weet ze wel te vinden. Weer thuis vertellen onze vrienden hun belevenissen aan tante Sidonia. Tante, we hebben het zwaard. Stantijn zal zo blij zijn. We halen de scheden en hangen de boel in de Hagia Sophia. We krijgen bezoek. Dag, vriendjes. Geef maar heel gauw het zwaard terug. Boris, we moeten vluchten. Snel. Stop, achteruit, jij boef. Hier is Fontein met zijn flikkerend zwaard om zijn vrienden te beschermen en te redden. Je denkt toch niet dat ik bang ben voor zo'n oude sok als jij. Laat me dan niet lachen, ouwe. Stantijn is de kwaad en de vervolgen. Nauwelijks heeft Stantijn Boris verjaagd, of Lambiek en Kemal bereiken Stantijns gebelte.
Ah, hallo, Sidonia. We hebben Jérôme gezien, maar hij wilde niet meekomen. Hij denkt dat hij een Griek is en hij moest nog iets doen. Iets Grieks. Ik zie wel iemand anders. Is hij een vriend? Mijn naam is Kemal. En mag ik zeggen dat het lang geleden is dat mijn ogen zo'n slanke vrouw zagen. Met zulke grote voeten. Nou, kom aan, kinderen. Die onbeleefde barbaren koken wel gaar in hun sop. Misschien wordt ze daar wel beschaamder van. Ik denk dat tante Sidonia dat niet zo plezant vindt. Sommige waarheden over haar uiterlijk pikt ze niet. Och, vrouwen. Geef mij liever mijn kromzwaard terug. Dat kan ik echt niet doen. Het is van Stantijn. Hij heeft een eer gekregen van Ali Salami. Lambek, weet jij misschien iets van Einstein's relativiteitstheorie? Tuurlijk. Die zegt dat alles betrekkelijk is. Nou, denk eens goed na. Of dit zwaard is van Stantijn, of het is van mij. Ja. Dat is waar. Daar is niets tegen in te brengen. Stantin beweert dat het zwaard van hem is, maar jij zegt dat dat betrekkelijk is. En dus, van wie is het dan? Wel, kerel. Oké, het moet wel van jou zijn. Voilà, alsjeblieft. Dank je, Lambik. Je bent een toffe, intelligent en snel. Goeie gast, die Kemal. Kent de wereld. Zag direct dat ik de intelligentste ben van het hele verhaal. Zeg, Lambik. Sta je daar te dromen? En waar is je vriend? Die is weg. Maar alles is in orde, hoor. Hij heeft nu het zwaard, want volgens hem was het van Einstein. Wat? Ja, bent niet goed. Niet zeker? Kom aan, jongens. We moeten onmiddellijk Kemal achterna. Anders zijn we dat zwaard voor een goed kwijt. Daar is Kemal. Met het zwaard en de schede. Grijp hem. Achteruit. Ik hou jullie al mandjes. Ik stuur van de strijd niet de schede van de strijd. Schede hoort bij zwaard. Kijken waar het vandaan komt. Daar is Kemal, Turkse vriend. Wordt weer lastig gevallen. Durnit! Daar heb je die boxchampion weer! Win voor je leven! Waarom heb je dat gedaan? Ik wil niet gered worden door een Griek. Laat me met rust! Ik heb indruk dit al eens eerder meegemaakt te hebben. Waarom ben ik hier aan begonnen? Ik weet toch beter. Wacht eens even. Laat mij de schede van mijn zwaard lezen. Is vreemd verzoek, maar zal mijn groot hart doen spreken en schede even laten zien. Er staat een oud Turkisch inscriptie op. Er staat, wees allen broeders. Ali Salam, de grote Turk. Kunt nieuwe kennis meteen al in praktijk brengen. Komen anderen aan. Kemal, Jérôme, met het zwaard en de schede. Knappe dame vergissen, de Jérôme, de Griek. Ja, dat klopt wel. Zouden jullie ons niet willen helpen om onze vriend Stantijn zijn eeuwige rust te gunnen? Zeker, want dat is wat Ali Salami de grote Turk zou willen. Ik ben bereid met iedereen vrede te sluiten, zelfs met Turken. Wat zouden we moeten doen? Oh, niet zoveel. Gewoon het zwaard ophangen aan de hoogste lamp. In de Aya Sophia. Klinkt simpel. Wil best binnenhuisarchitect spelen. Het gezelschap vertrekt naar de Aya Sophia moskee om het zwaard in de schede op te hangen aan de hoogste lamp. Klonk eenvoudiger dan het is. Maar wil voor vriend van vrienden al iets door de vingers zien. Vooruit, Jérôme. Aan jou de eer. Hang dat zwaard op. Is bijna in orde. Kun je het nog houden, Kemal? Geen probleem. Ik moet alleen nog even in mijn handen spelen. Arme Jérôme, ben je gewond? Jérôme, vergis je. Het Jérômeke. Onze vrienden moeten de genezen Jérôme de hele geschiedenis uitleggen. Ik organiseer die piramide. Om de Turkenclub heb ik geleerd hoe dat moet. Dat is het proberen waard, Suske. Kom op, jongens. Aan de slag met z'n allen. Op
Op aanwijzingen van Suske bouwen onze vrienden een menselijke piramide. En, Stantijn, denk je dat je binnenkort naar de eeuwige jachtvelden moet? Wel, het is zo. Ik zou blij zijn wanneer die eeuwenoude last eindelijk van mijn schouders zal vallen. Ja, alleen jammer dat ik dat zwaar mee moest geven aan Kemal. Hij hangt het denk ik niet in de moskee op. Dan is het des te vreemder dat ik voel en de gewijhoor dat het zwaard al in de moskee is, pengelend aan de hoogste lamp. Wil je zeggen dat? Ja, het is tijd om afscheid van je te nemen. Ik verdwijn om eindelijk de eeuwige rust te kennen. Vaarwel, Lambik. Dank voor alles, lieve vrienden. Vaarwel, Stantijn. Het gaat je goed, waarin je ook gaat. In de moskee zijn onze vrienden inderdaad in hun opdracht geslaagd. Waar een wil is, is een weg. Een paar dagen later bereiden zij zich voor om naar huis terug te keren. Jeroen, ik zal je missen. Je was niet alleen een fijne vriend, maar je was ook een fijne Griek. Vind Kemal ook toffe jongen. Heb zeer veel vreugd weer Jerommeke te kunnen zijn. Ik had je liever als Griek hoor, Jeroen. Hoe bedoel je, Lambiek? Als Griek? Kende je me niet? En dus maak je niet zulke vervelende opmerkingen over mijn persoon. Moet niet overdrijven. Was zo omdat Grieken heel erg gastvrij zijn en nooit de bedoeling hebben iemand te beledigen. Hey, zijn jullie nu de wijze les van Ali Salami alweer vergeten, jongens? Sidonia heeft gelijk, vrienden. Vanaf nu zal ik het levende voorbeeld zijn van de boodschap van de grote Ali Salami. Vaarwel. Vaarwel, een groot mens.